Hallo jongens, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Vandaag ben ik onderweg, nu naar Marjolein. En met Marjolein halen we weer op top. Jan en met drieën, en ook een hele groep die daar aan is, gaan we naar het Noord-Brabants Museum. Ja jongens, ik ga weer eens buiten de ring. Ik heb er zin in, we gaan dus naar het Noord-Brabants Museum. En we gaan twee exposities bekijken van in het museum. Eentje is van een Amerikaans-Iraanse kunstenaar. Ali Banisadr, hoop ik het goed zeg. En deze kunstenaar heeft zijn eerste tentoonstelling in Europa. En leuke weetje is dat een van zijn grote inspiraties Hieronymus Bosch is. En het is een overzichtstentoonstelling van 20 van zijn werken. En de andere expositie die we gaan bekijken is die van twee Brabantse broers. Waar ik nu weer even de naam van ben vergeten. Maar kortom, het wordt vast weer heel gezellig. Het is volgens mij even een uurtje rijden, anderhalf uurtjes. Maar ik heb er zin in, dus kijk gezellig mee. Oké, jongens, ben ik weer even. Die twee Brabantse broers heten trouwens de Van Spaandonks. Ik heb het even opgezocht. En zij zijn heel succesvol geweest. En hun schilderijen hebben zelfs bij Marie Antoinette in de slaapkamer gehangen, geloof ik. Als ik het goed zeg. Maar dat gaan we dus zien. Jongens, ik loop nu in de expositie De Geur van Succes van de broers Van Spaandonk. Zeg ik het nou goed? Spaandonk. Die twee Brabantse broers die eerst naar Antwerpen zijn gegaan en daarna naar Parijs en zelfs op het hof van koning Lodewijk de 16e zich helemaal op hebben geklommen tot daar. Van Spaandonk. Zei ik dat net? Spaandonk. En ik besef me nu pas waarom het De Geur van Succes heet. Want zoals je ziet, bloemen, tekeningen van bloemen. Ik bedoel, het is geen kunstwerk, maar het is wel een siering. Het zijn allemaal tekeningen van bloemen, studies. Schilderij heb ik ook gezien, trouwens. Dit. En dit pioen. Ja, ook allemaal kleine tekeningetjes. Het is hier wat donkerder. Maar ik moet vooral zeggen, ik ben heel erg onder de indruk van het museum en hoe groot het is. Want zoals jullie weten kom ik uit Amsterdam en kom ik daar nooit buiten ofzo. Dus dit is eigenlijk best wel een prachtig museum. Kijk eens hoe vet het museum is. En hier is het wat lichter, maar... Kijk, daar hangt hier dus ook een enorme bloem. Volgens mij heb ik die er al in geëdit. Maar dit zijn dus ook hier. Er zijn ook schilderijen van de broers. Maar bijvoorbeeld hier is een spiegel van Lodewijk de XVI 16e. Ik zei het goed. Wat? Jan, ik zweer het, hè? Jan, je mag ook gewoon een keer op beeld, hoor. Jan wil nooit op beeld. Jan is een van de mensen die altijd mooie foto's van maakt. Maar dit is dus die van Spaandonk en ik zie daar die andere, Ali Banisadr. Even kijken. Jongens, ik heb trouwens een muts op, want ik moet naar de kapper. Waar kijk ik naar? Dummetje.
De Magiant. Oké. Okay. Ik weet niet of jullie goed kunnen zien wat we hier zien. Het lijkt een beetje op verfleuken, maar als je dichterbij komt, zie je wel degelijk dat er van alles en nog wat gebeurt. En volgens mij heb ik dit ook al eerder verteld. Zijn inspiratie, of één van zijn inspiraties, is Jeronimus Bos. En dat zie je ook wel. Je mag gewoon door beeld lopen. Er hangt hier achter mij ook een enorm werk. Hier met al die mooie kleuren. Dit hele werk. En ik vind het heel indrukwekkend. Het heet At Once. En jongens, die muts, ik moet echt naar de kapper. Er zit een soort, hoe leg ik dit uit? Beweging in of zo. Maar die kleuren, oh my god. Zo, ja. Die kleuren zijn echt, wauw. Er zit een soort actie in, alsof het, I don't know, er zit allemaal beweging in. Ik weet niet goed hoe ik het moet uitleggen, jongens. Maar kijk, misschien kunnen jullie, even kijken als jullie kunnen zien hoe groot het is, als ik helemaal wegloop. Ja, ik krijg het er ook gewoon niet op. Misschien als ik naar de hoek loop. Oké, jongens, ik zweet als een otter. Het is heel warm. Maar kijk, wat ik zo leuk vind. Kijk, dit is gewoon de straat. En dit is het museum. Dus de mensen die hier wonen kunnen gewoon naar binnen kijken. Oh, jezus. Ik heb gewoon bijna onderuit. Oké. Nog meer. Hoe heet hij nou? Ik moet nog niet eten. Ja, Ali Bani Sadr. Ali Bani Sadr. En hier hangt een prachtig klein blauw kunstwerk. En daar hangt hier een heel groot kunstwerk van hem. Met ontzettend mooie kleur blauw, vind ik zelf. Jezus, wat zie ik eruit. Het heet The Gatekeepers. Wederom, er zit hier allemaal beweging in. Je kunt, ja, op beeld zie je het heel slecht. Maar kijk jongens, kan ik het omdraaien? Nee. Er zit hier dus wel wat. Kijk, zoals hier. Kijk, zie je een soort oogje. Of in ieder geval, zo interpreteer ik het. Maar er zit dus heel veel kleur en heel veel personages in. Ja, maar ik vind het heel erg. Ik ben onder de indruk. Marjolein, wat vind jij? Ben je onder de indruk? Ben je onder de indruk? Ja, ik ben een hele mooie werk. Ja, dit is, ik film alleen mezelf. I know, dat weet ik. Daarom kijk. Hi. Hallo. Dus, maar je ziet ook heel goed hoe je Jeronimus Bos een inspiratie is. Vooral bij die andere zaal, deze, maar ook die andere in de andere zaal rechts. Ja, want eerst snapte ik het niet, maar nu snap ik het wel. Oh, dat je niet snapte dat het inspiratie was? Nee. Oh ja. Die zijn veel abstracter. Ja, maar deze, die en in die kleine zaal hiernaast rechts hangt. Peter, zijn alle tentoonstellingen in het Noord-Brabant Museum hebben een link met Brabant? Of is dat nu toevallig alleen, of weet je dat niet? Nee, dat is nu toevallig. Dat is nu toevallig van. Dat denk je. Ja, ik sta hier zeker ook te interviewen. Nee, niet live. Ik neem het gewoon terug. Mag ik dit uitproberen? Is dit de guillotine? De? Dan ga ik ondertussen vertellen dat het Brabants Museum niet alleen tentoonstellingen doet. Die te maken hebben met Brabant. Met wat? Die te maken hebben met Brabant. Dat vroeg ik. Het kan en het is fijn als er een link is, maar het hoeft niet. Net gevraagd. Leuk dat je hebt gekeken naar de Instagram TV die ik weer heb gemaakt. Het is dus het Noord-Brabant Museum in Den Bosch. En ben je een keer in de buurt van Den Bosch? Ik vind het een heel mooi museum. Ik ben onder de indruk. Dus tot de volgende keer.